Het Hof is van oordeel dat wanneer er sprake zou zijn geweest van het gericht zoeken naar seks met een minderjarige, of het bewust hebben van seks met een minderjarige, of als er sprake zou zijn geweest van enige vorm van dwang of misleiding, dat er wel degelijk plaats was geweest voor een lange onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Dat is in geen van de gevallen aan de orde. In alle zaken is dat niet gebleken. En dus komt het Hof tot een lagere bestraffing, in dit geval een taakstraf in combinatie met een korte vrijheidsstraf. Het Openbaar Ministerie heeft gezegd, eigenlijk kan dat niet. Waarom interpreteert het Hof dat anders? Het Openbaar Ministerie wijst naar het taakstrafverbod van artikel 22b strafrecht. Het Hof heeft de wetsgeschiedenis, de achterliggende wetsgeschiedenis van deze bepaling grondig bestudeerd. En het Hof is tot oordeel gekomen dat er wel degelijk plaats is voor een combinatie van een korte vrijheidsstraf, een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf en een taakstraf. Wat hadden deze klanten eraan kunnen doen om zeker van te zijn dat dit geen minderjarige prostituee was? Het Hof heeft in zijn arrest ook naar voren gebracht dat de klant in dat geval om het ID-bewijs had kunnen vragen of zelf kunnen vragen aan het meisje wat haar leeftijd was.